Op 25 mei trokken er enkele pittige buien over Nederland. En heel onverwacht werd er een melding gedaan van een mogelijke tornado in Nijverdal, Overijssel. Echter zou een valwind ook tot een optie behoren. We zijn een paar uur na de melding naar locatie gereden om de schade in beeld te brengen en eventuele getuigen te spreken. Na het zien van de schade, onze dronebeelden en het beeldmateriaal die op social media verschenen, trekken wij de conclusie dat het om een tornado gaat. Om precies te zijn, een multi-vortex tornado. Dit kenmerkt zich bij plekken waar zware schade is ten opzichte van de rest van het pad die de tornado heeft afgelegd. Thank you.
Wat een nice shot, gek.